Toen we helaas, net als heel Nederland, keuzes moesten maken dat onze deuren dicht moesten voor familie, hebben we al snel gezegd, we willen toch een keer een contactmoment realiseren door middel van hoogwerkers. Nou, de hoogwerkers, de mensen boden zichzelf al aan, dus dat was al geen probleem. Dus vandaag kunnen we eindelijk een contactmoment realiseren tussen bewoner en hun naasten. Hoe hebben jullie die familie bereikt? Komen die hier allemaal uit de buurt of uit heel Nederland? Ik heb donderdagmiddag een mail uitgedaan naar de familie, dat we alles geregeld hadden en dat het mooi weer was vandaag, dat is ook belangrijk. Dus toen heb ik een mail uitgedaan en nou echt, familie zet zich er gewoon na, want familie komt overal vandaan. Er is familie die bijna 2 uur moet rijden. Uit heel Nederland komen ze om hun vader of moeder even gedag te zeggen. Ja, dit zijn natuurlijk de mooie dingen waar mensen ook ongelooflijk behoefte aan hebben. Als nou iets is wat het vervelende van deze, of het ingrijpende voor heel veel mensen toch van deze crisis is, is toch het afstand houden. En dat fysiek natuurlijk, maar dat, ja, je ziet ook dat fysiek afstand mentale afstand tegelijk is. Afstand, dat is toch lastig voor heel veel mensen. Je wil aan elkaar zitten als familie, je wil elkaar even een knuffel kunnen geven. Ja, dat kan niet. En dan met dit, deze actie is dat natuurlijk toch. En dan houden ze nog afstand. Maar elkaar in de ogen kunnen zien. Ja, je mag niet op bezoek. Dat voelt natuurlijk ongelooflijk ongemakkelijk. Nou, ik sprak een 92-jarige onlangs ook nog per telefoon. En die zei ook, het voelt bijna alsof je in gevangenis zit. Dat, zeker als je dan een beetje niet fit bent en je mag je kamer niet eens uit. Ja, zo voelt een gevangenis dus bijna. Dat is toch. Ja, dat is heftig en dan is het natuurlijk prachtig dat zo'n initiatief er hier nu is met vrijwilligers die dan allemaal ook weer klaarstaan om op zaterdagochtend dan toch hier dat in goede banen te leiden. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen een onvergetelijk moment wordt. We hebben 40 appartementen, dus we hebben 40 bewoners, maar ook een aantal echtparen. Dus, maar we hebben 40 appartementen binnen Stegemanhof. Zijn de bewoners op de hoogte hiervan? Nee. Ja, misschien inmiddels wel. Er gebeurt natuurlijk hier van alles. Mensen kijken. We hebben onze bewoners bewust niks verteld. Het is echt een verrassing. Er zijn nu een aantal collega's die gaan het nu de bewoners vertellen. Dat ze dadelijk een ontmoeting hebben met hun familie. Dat zullen vandaag heel veel emotionele momenten worden. Niet alleen voor de bewoners en de familie, maar ook voor ons als collega's. Want wij werken natuurlijk vanuit ons hart. We moeten op dit moment wat op een andere manier werken. En we doen ons best. Maar het is natuurlijk wel anders dan normaal. Dus deze momenten zijn voor ons ook heel erg dierbaar. We moeten gewoon allemaal op een andere manier werken. En we gaan gewoon uit van het beste van dit moment. En het is voor ons allemaal anders werken. Maar we werken vanuit ons hart, dus we doen ons best. U heeft zo net een bezoek gebracht aan uw moeder. Hoe bijzonder is dat om dat in een hoogwerker te doen hier in Aalten? Nou, die hoogwerker is wel heel bijzonder. Ja. Ik heb voor het eerst van mijn leven dat ik in een hoogwerker zit. En tegelijkertijd is het ook wel raar. Het is heel raar. Om zo even bij je moeder te zitten. Was uw moeder op de hoogte dat u op bezoek kwam vandaag? Nou, mijn moeder is beginnend dementerend. Dementerend. En ze was nu heel erg in de war. Ja. Hoe voelt dat voor u om zo op bezoek te gaan bij uw moeder? Ja, ik merk dat ik hierdoor, door die reactie, ik dacht natuurlijk eerst is leuk, maar ik merk nu van ja, het is ook wel een beetje dubbel. Ja. Mist uw moeder vooral de knuffel niet? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen of ze nou de knuffel mist, maar het is gewoon het rare. Het is gewoon het vreemd dat je niet in dezelfde ruimte kunt zijn, geen koffie samen kunt drinken. Buitengesloten voelen. Ja, ze voelt zich heel erg buitengesloten. Heeft ze het allemaal wel een beetje meegekregen? Weet ik niet. Ik bedoel, er is nu iemand bij haar en ik denk dat het nog even verwerkt moet worden. Ik denk dat het voor u beiden een heel emotioneel moment is en dat het een moment is dat u nooit meer zult vergeten. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. We hebben heel veel bijzondere momenten, maar vooral het hartverwarmende, de reacties uit Aalten, hè, uit de omgeving. Ik zet een vraag op Facebook, ik ben op zoek naar en binnen een uur heb ik het gewoon geregeld. Alle bloemen, alle
cadeautjes, alle chocola met de Pasen, alle gebak en alles wat er binnenkomt. De bewoners zijn overladen met bloemen. De appartementen hebben volgens mij nog nooit zo vol gestaan met bloemen. Dus we delen maar uit en uit allerlei hoeken komen er gewoon attenties. Kinderen die tekeningen maken die we kunnen verdelen onder de bewoners. Menukaartjes die worden gebracht, eigen gemaakt. Dus hartverwarmend.